We hebben hier op de bank Gert-Jan Breij van DKV Benelux. En we gaan het even hebben over de Ecotax Poids Lourd, de Franse tol voor vrachtwagens. Welkom. Kunt u eerst even kort zeggen wat er precies in Frankrijk gaat gebeuren? Ja, vanaf 2013 zal op alle nationale en regionale wegen, 15.000 kilometer lang, een tolsysteem worden ingevoerd. Vanuit een milieuwet die enige jaren geleden is aangenomen in Frankrijk. Ja, en wanneer gaat het van start en wat gaat het kosten? De eerste stap is april met twee gebieden in Frankrijk, waaronder de Elzas. Als dat goed gaat in het consortium EcoMove die dit organiseert, dan wordt het in juni, juli verder doorgevoerd door in heel Frankrijk. Gemiddelde kosten ongeveer 12 cent per kilometer is de verwachting op dit moment. Dus dat is een forse kostenpost voor wegvervoerders? Ja, dat kan. Zeker als je nu veel gebruik maakt van route nationaal wegen in plaats van de snelwegen waar al een tolheffing is. Dan kan dat flink in het papier lopen. Ja, dat klopt. Ja. U zit hier namens DKV. Ik neem aan dat u een interessante dienstverlening hebt voor wegvervoerders om met die tol om te gaan. Wat kan u voor ze betekenen? Nou, dat klopt. Wij zijn de marktleider van toldiensten in Europa. Dat kunnen wij ook gaan worden in Frankrijk. Wij zijn een van de vijf leveranciers die gekozen zijn door EcoMove. Dat is een belangrijke positie. Wij zullen met een box waar alle tol in Frankrijk, Spanje en in België mee afgerekend kan worden, in ieder geval het operationaliseren. En we zullen een aantal extra dienstverleningen eraan koppelen om het voor de vervoerder in ieder geval in een stukje voorcalculatie en nacalculatie goed te kunnen berekenen. Dus we doen meer dan alleen met het leveren van de toldienst aan zich. Oké, maar met die box kun je op zijn minst die tol betalen en gewoon doorrijden. Ja, uiteindelijk is dat het primaire doel en dat gaan we ook realiseren. Dat doen we nu ook in belangrijke mate. Maar wij vinden dat we veel meer toegevoegde waarde aan die transportsector moeten leveren. Vandaar dat er een aantal zaken bijgeleverd gaan worden. Zoals? Ja, bijvoorbeeld een eurotolcalculator waarin je vooraf kan bepalen wat de meest verstandige route is. Rekening houden met de kosten van de tol. Maar ook rekening houden met brandstofverbruik, uren van de chauffeur, etc. Dus we gaan vooraf al met de vervoerder meedenken wat het beste oplossing is voor zijn route in Frankrijk. Oké, en hoe ziet u het? Hoe goed bereidt de wegvervoerder zich voor op dit probleem? In april begint het dus in die proefgebieden en daarna rolt het zich over heel Frankrijk uit. Is de Nederlandse wegvervoer klaar voor die tol? Ja, u noemt het een probleem, dat vind ik wel grappig. Een uitdaging. Een uitdaging. Wat wij merken in de respons van vervoerders is dat het nog niet hoog op de agenda staat. En dat is jammer. Het gaat om 800.000 vrachtwagens die zometeen een nieuwe onboard unit moeten krijgen. Het begint ergens in april. U kunt zich voorstellen dat we dan niet ergens in januari volgend jaar kunnen beginnen met de uitrol daarvan. Dus ik denk dat het verstandiger is als vervoerders dat op de agenda gaan zetten. Want uiteindelijk moet het ook weer doorverrekend gaan worden naar de verladers toe. Er zit namelijk een onderscheid in deze tol is dat het een verplichting is om dit door te voeren naar verladers. En dat heeft weer te maken met de basis en dat is de milieuwet die eraan vasthangt. Oké, maar dat klinkt dan weer als goed nieuws. Je hoeft het niet zelf te betalen, maar je bent zelfs verplicht om het aan je klant door te berekenen. Gaat dat werkelijk zo verlopen? Nou, goed, dat kan ik niet bepalen voor elke relatie tussen vervoerder en verlader. Maar dat is de financiële kant ervan. Waar ik me misschien een beetje zorgen over begin te maken is het operationaliseren van deze operatie. Als dat niet op de agenda staat, worden er ook geen obussen besteld. Wordt het ook niet ingevoerd in de plansystemen van de vervoerders. En ik verwacht eigenlijk dat je wel een maand of zes nodig hebt om dat goed in te implementeren. Financieel maak ik me geen niet zoveel zorgen. Dat is ook een probleem van de vervoerder en de verlader wat mij betreft. Dat is niet onze rol. Wij zijn er wel voor om op tijd te faciliteren in deze tol. Dus kan ik zeggen dat u de wegvervoerders waarschuwt van nou jongens, verdiep je nu in de zaak. Want voor je het weet kun je Frankrijk niet in. Nou ja, uiteindelijk kun je Frankrijk niet in of je gaat Frankrijk in met een nog duurdere methode en dat is de pre-payment methode. Maar dat betekent ook dat je vertraging hebt in je routeuitvoering. Mijn achtergrond is transport, ik weet hoe dat werkt. Dat betekent dat het komt wel, maar voor dit soort grote projecten moet je echt de tijd nemen en moet je echt op de agenda gaan zetten. Oké, nou dankjewel.